ongeval snel te kunnen ingrijpen, hebben bedrijven één of meerdere medewerkers in dienst die een cursus EHBO hebben gevolgd. Maar wat als iemand met mentale problemen kampt op de werkvloer? Stress, burn-out, angststoornissen, depressie? Ze komen vaak voor en ze hebben een grote impact op de organisatie. Ze verstoren in de eerste plaats het mentale welzijn van een medewerker, maar anderzijds hebben ze ook een impact op productiviteit en kunnen ze leiden tot uitval. Toch is er voor deze problematiek binnen ondernemingen vaak geen hulp voorhanden. Er is een taboe op psychosociale problemen of het wordt beschouwd als iets uit de privésfeer. Net daardoor krijgen mentale problemen op de werkvloer vrij spel. Met een opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen ontdek je als leidinggevende hoe je een medewerker die onder mentale druk staat, kan ondersteunen. Je leert signalen herkennen van de meest voorkomende mentale problemen, je oefent gesprekstechnieken en je leert door te verwijzen naar de professionele hulpverlening. Zo bewaak je mee het mentale welzijn van medewerkers, vermijd je uitval en help je werk maken van een bloeiende organisatie met gezonde, inzetbare medewerkers. Thank you.